De begroting over het dienstjaar 2022 is aangenomen met 30 stemmen voor en 15 tegen. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen en verliet de zaal nog voor de stemming. President Chandrika Prasad Santokhi merkte op dat zowel de oppositie als de coalitie een kritische houding hebben gehad bij de behandeling van de begroting. Dit toont volgens hem aan dat de coalitie geen verlengstuk is van de regering. Voorzitter, ik ben blij. En ik roep uw geacht college om door te gaan, om ons die ondersteuning te geven. Die kritische houding. Natuurlijk nemen we alle kritieken, de aanbevelingen, maar ook de inzichten mee als regering. En morgen hebben we een regeringsraadvergadering. En gaan ook evalueren de boodschap die we gehad hebben. Maar de belangrijkste boodschap die wij meenemen als regering. Ja, regering. Je had het heel moeilijk. Je had een urgentiefase uitgestippeld. Je bent eruit. En nu gaan we naar die stabilisatiefase. Waar we die ondersteuning krijgen. En dan naar die groeifase. En dat is wat we gaan doen. Op 25 mei aanstaande gaan we de eerste verantwoordelijk afleggen aan de Surinaams volk. Met onze achievement, met onze inspanning, met onze resultaten. En dat gaan we elk jaar blijven doen. De NDP-fractie heeft tegen de begroting gestemd omdat naar zeggen van de fractieleider Rabinder Permisser de begroting niet realistisch is en niet voldoet aan de comptabiliteitswet. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi vindt dat deze begroting wel voldoet aan alle eisen van de comptabiliteitswet. Geen concrete toekomstperspectieven voor diverse sectoren, productie en ondernemerschap, oil en gas hierin terugkomen. Onvoldoende garanties ter bescherming en verheffing van de samenleving biedt. Omdat deze begroting de ruimte biedt aan de regering, voorzitter, om verder te gaan met het verlichten van de noden van de samenleving, om verder te gaan, voorzitter, met het brengen van stabiliteit, voorzitter, om verder te gaan de ruimte te bieden aan de regering, om verder te gaan, voorzitter, om het buitenlands beleid welke vruchten afwerpt, om dat verder te continueren, voorzitter. Voorzitter, we gaan voor deze begroting stemmen, voorstemmen, voorzitter, omdat we de regering de ruimte willen bieden, voorzitter, om middelen te hebben, voorzitter, om wateroverlast, waar delen van het land, met name Brokopondo en omstreken, voorzitter, kamp, om die problemen aan te pakken. De regering moet geld hebben, voorzitter. Fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, haalde aan dat we als land nog niet zijn waar we moeten zijn. Veel mensen hebben het moeilijk. Echter moet de regering verder gaan om verlichting te brengen, vooral bij de mensen die het niet breed hebben. En daarom stemde de NPS-fractie voor deze begroting.